Nou, de beelden zeggen voldoende. We hebben een stukje van de brug gesloopt. En momenteel zijn wij bezig een voorbereiding te treffen om de nieuwe brug, het dek in ieder geval, in te schuiven. Want het wordt niet getakeld, maar het wordt op zijn plek geschoven. Het wordt op zijn plek geschoven. Het ligt dus klaar naast de oude plek. En het komt zometeen aanschuiven naar de nieuwe situatie, nieuwe plek. Een imposante klus in Hartje Lemelerveld. En dat betekent veel publiek. Oud brugdeel eruit en nieuw er weer in. Ter voorkoming van overlast zo snel mogelijk. Dergelijke projecten gaan we meer zien, omdat veel brugdelen in Overijssel, wegens ouderdom en slijtage, vervangen moeten worden. Nou, de komende paar jaar, dan heb ik het even over de volgende coalitieperiode. Zeg maar de bestuursperiode van de provincie Overijssel, dat is 4 jaar. Dan staan er ongeveer een stuk of 10 van dergelijke objecten weer op stapel. En dat is nog maar het begin? En dat is nog maar het begin. We zijn nu ook al met andere objecten bezig. Er zijn er nog 2 op dit moment in de vervanging. Maar er gaat in ieder geval een hele golf komen de komende tientallen jaren. Afgezien van een kleine vertraging door het slechte weer, wordt de tijdsplanning hier in Lemelerveld gehaald. Morgen ligt de brug op zijn plek en wordt die afgewerkt. Dinsdag is de N348 weer open voor het verkeer.